Papa, wat betekent Tukahaselele Patohia, wat die man heeft gezongen? Oeh, beta, dat wil je niet weten. Kahaselele tu elende lingwan hamre ghare he bhagwan. Ja, khuda. Ito jon garbar chij hamre ghar me aige he, dasa kya brufa aap. Niemand ik wel, dames. Ik heb ook pato gehoord van ze, maar je hebt pato dat je u tegen zegt. Tu kaha se lele patohia, tu kaha se lele heksinia ke. Betaalde beta. Dames en heren, hores, hores. Vorige keer had ik over die patohia's. En nu heb ik het over Kahasi Leile Idamadwa. Ik kijk het u hamar gharwa me leile he. Ja, khoda. Ilarkan kaunchi me hamlok ke lapet de he. He bhagwan. Da wo jatogni khud fan bhaiyo. Oh, behno. Ya wo jatogni khud fan. In London kabo kabo jebi me se kai konchi konchi lika se chota chota paki. Abonye oto ke koffer bharal he. Konchi bharal he, whisky, daru, khot verdoma. Papa, wat is het verschil tussen een ongeval en een ramp? Meisje, dan zal ik je in één keer de waarheid zeggen. Een ongeval is als je schoonmoeder in de water valt. Maar weet je wat er is, kind? Als ze eruit komt, dan heb je een ramp, een aardbeving. Maar hoe ben je erop gekomen? Ja, in de klep. Papa, vond jij het leuk om naar school te gaan? Als ik eerlijk moet zeggen, ik kreeg de stuipen van, kind. Ik ging naar school en eerste pauze loop ik weg naar huis. En mijn vader die kwam, die vroeg mijn moeder, is Nini naar school gegaan? Mijn moeder zei nee, hij is boven in de kamer gaan schuilen. Hij nam me mee, kwam ik weer met de tweede pauze thuis. Erg, hè? Ja, je was dus een spijbelaar. Nou, kan je zeggen. Dus papa, je liep elke keer weg van school. Ja, als ik eerlijk moet zeggen, ja dat klopt. Weet je wat ik deed een keer? Het zou gaan regenen. De weer is donker geworden, maar het regent niet. En bij ons in de straat had je staatskraan. Gratis kraan op straat. Ging mijn eigen nat maken. Kwam ik thuis, mijn moeder zei, wat is er, Nini? Ik zei, het heeft geregend. Ik wou alleen spelen, ik kreeg klappen van mama. Wou ik maar eens. Zie je, moet uit de wit. Papa, tot welke klas ben je gegaan? Ik ben overgegaan van de derde naar de vierde. En toen ben ik niet meer gegaan. Helemaal niet meer. Later is mijn moeder overleden. Ja, dat was een ramp, aardbeving. Dus ja, als we dan verder willen gaan, ik kan niet meer. En zodoende is mijn leven helemaal hoe het nu is. Ik ben niet zielig. Ik heb een geweldig leven, op mijn manier. Geweldig, moen, geweldig. Ik wil met niemand ruilen. Nee. Met niemand. Want waar ga ik jullie allemaal vinden? Atja, ik heb ergens gerolen. Snap je? Mm-hmm. Maar mijn vrouw en kinderen. Papa, je zei tegen mij dat je met de eerste pauze al wegliep van school. Maar kon je niet leren of wou je niet leren? Ik kon heel goed leren. Ik was de slimste kind van de klas. Ik had een juffrouw. En hoe heet ze? Juffrouw Baron, vergeet ik nooit. Als ze naar de hoofd gaat, of bij die andere juffrouw of meneer,
Zegt ze, hoelaas, dat weet ik. En dan ga ik op de stoel zitten en dan doe ik die kinderen lesgeven. Zo klein die ik was. Dit is geen opschepperij. Mijn klasgenoten zijn allemaal 60-plussers. Die hebben mij ontmoet. Hij zei, hoelaas, hoelaas. Hoe is het? Wat voor werk doe je? Ik werk niet. Ik ben caféhouder geweest. Dit, dat, zo. Hij zei, en jij was zo... Wat vind je van TikTok? Want ik zie dat je op je For You heel veel video's krijgt van halfnaakte vrouwen. Wat vind je ervan? Moon, die Spaans sprekende landen daar. En die dames... Ik heb gezien, ze hebben minder, heel weinig kleren. Maar dan zie ik 81k. Toch? Mm-hmm. En dan schrik ik met mijn handen zoveel. Ik snap het niet. Nee, ik kan het niet gesnapt krijgen. Nee, ik ook niet. Ja. Dus hun pakken ook de beker. Jazeker. Dat is net zo als Kahanselele Patuja toe. In zekere zin. Luister, volgers, TikTok.